New York, New York. A city so nice they named it twice. We gaan maken vandaag de New York Sour. En je zou denken dat die dan in New York is bedacht. Niets is minder waar. Waar die wel is bedacht, ik weet het eerlijk gezegd ook niet. Ik meen in Chicago, geloof ik, ergens. Maar op een gegeven moment werd die populair bij barkeepers in New York. En dan, het is net als in Nederland met Amsterdam. Ik bedoel, dan ineens alles Amsterdams. In Amerika is dat dus New York. New York Sour. Gewoon een lekker drankje. We gaan hem maken met bourbon. Hij is bijna leeg, zie ik, de fles. Maar het kan er denk ik net in. Er gaat wat citroensap in. Dat is het sour natuurlijk. Een beetje suiker om daar tegenwicht aan te bieden. Er komt een mooi schuimpje op. Dus dat doen we met eiwit. Als je niet van eieren houdt en je wilt het echt op een andere manier, kun je dus aquafaba gebruiken. Hè? Dat is het sap eigenlijk van de kikkererwten. Doet eigenlijk, heeft dezelfde werking. En we gaan het straks proberen. Maar ik ben dus een hobbyshaker. Of het lukt, weet ik niet. We gaan het proberen wat in dit geval rode port over te floten voor het gezicht, zeg maar. Kan ook rode wijn, maar ik doe het met port, want dat vind ik gewoon lekker. We gaan hem maken, de New York Sour. Daarvoor hebben we nodig een shaker en alle ingrediënten. Die hadden we al. 45 ml, ik hoop dat ik het ga redden met het beetje wat er nog in zit. Dit is alvast 30. Nog een klein beetje bij. Maar goed, 45 moet erin. We doen hem gewoon even zo, want de fles is gewoon leeg. Een heel citroentje. Ongeveer 22,5 milliliter is het officiële recept. Suikersiroop 15. Eiwit voor het schuim, ook zoiets. Je kunt ook gewoon een ei splitsen natuurlijk, maar dit kan je gewoon ook in de supermarkt krijgen. Dat is gewoon makkelijk, het scheelt een hele hoop gedoe. We doen iets met eiwit shaken en dat heb ik wel eens eerder uitgelegd. De eerste keer dat je dan shaket, doe je een dry shake, dus zonder ijs. En dat heeft er gewoon mee te maken dat je dat schuim straks mooi wil hebben. Goed vasthouden, want dat plopt dan af en toe. Kijk maar even, het schuim zit er nu in. Dan gaan we er ijs bij doen. En nog even kort een keer shaken. En dan gaat hij het glas in. Ik zou hem even in de koelkast moeten zetten, dan gaat het nog sneller. Maar dan wordt het iets steviger, dat schuim. Want wat ik nu wil doen is gewoon even een mooi geintje. En dat is, ik doe het dan met port, maar je kan het ook met rode wijn doen. Dat er een beetje over laten floten. Dat doe je op de bolle kant van je... Oh, dit gaat al te snel. Ja, dat kan je ook zoveel en zo weinig mogelijk doen als je wil. Maar kijk, hier heb je dus heel mooi dat effect. Ziet er gewoon mooi uit. Even een citroentje uitknijpen erboven, boven dat schuim. Die olie erbij. Dat is nog net even wat anders. De rand van het glas even. En dan hebben we hier de New York Sour.